iedereen, welkom allemaal. Vandaag gaan we een kunstenaar leren kennen die heel lang geleden leefde. Heel lang geleden, zo'n 500 jaar geleden ongeveer, maakte op deze manier deze kunstenaar portretten van mensen. Zijn naam was Archimboldo. Zullen wij die naam samen zeggen? Archimboldo. Goed. Nou, ik wil dat jullie heel goed naar de volgende foto gaat. Heel goed nakijken. Kijk maar. Wat zie je hier? Herken je iets? Hoe denk je dat die schilderij is gemaakt? Heel goed, precies. Heel goed, Deborah. Hij maakte deze portretten met fruit, groenten, maar ook met bloemen. Dus elke deel van die gezicht is een appel, of een peer, of een aubergine. Bijzonder, toch? Kunnen jullie dat allemaal zien? Mooi, toch? Goed. Nou, vandaag dacht ik, wij kunnen een gezicht maken, of konden maken, met verschillende soorten fruit en groenten die jij thuis hebt. Kom maar, wij gaan aan de slag. Open over van die aardappelen. Ik heb hier bijvoorbeeld een ananas. Deze ananas komt volgens mij uit Costa Rica. Ananas zijn heerlijk, heel zoet. En die zijn heel goed voor ons lichaam om de ziekte te bestrijden. Die zijn echt heerlijk. Vol vitamine C zit erin. Ik heb ook hier een lekker paprika. Kijk eens, een groene paprika. Ik heb ook heerlijke bananen. Die zijn een beetje oud. Ik ga deze zo meteen in banaanbrood maken. Die bananen zijn heel goed voor jou. De heerlijke avocado uit Colombia. Kijk eens. Zien jullie mij? Avocados. Tomates. Zucchinis. En heerlijke kiwi. Wat is dit? Worteltjes. Twee worteltjes. En nog een kiwi. En een sinaasappel. Tadaa! Dit zijn mijn materialen van vandaag. Ik ga heel voorzichtig deze materialen vandaag gebruiken. Want ik wil zo meteen alle groenten en alle fruiten vandaag of andere dag eten. Wat ik ga eerst doen, ik ga proberen die gezicht van iemand met deze materialen van maken. Ik begin met een beetje alles apart zetten. Dan heb ik een overzicht van mijn materialen van vandaag. Heel voorzichtig, want deze materialen zijn om te eten. Heel voorzichtig. En ik ga beginnen met die ananas als gezicht. Even kijken. Misschien zo. En misschien ga ik eventjes zo oogjes hier doen. Jullie kunnen heel goed zien wat heb ik gedaan. Ik maak een foto van en ik ga je laten zien mijn foto. Kunnen jullie dat goed zien? Ja, mooi hè? Ik ga nog eentje gezicht met andere fruiten
Even, met welke zal ik beginnen? Zal ik beginnen met die, misschien die bananen? Voor een soort van haren. Hier heb ik een ander gezicht van gemaakt. Ik maak een nieuwe foto. Klink. En ik ga de foto laten zien. Kijk eens. Grappig. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik ga nog eentje, dus opnieuw beginnen. Kijk eens die foto van. Grappig, hè? Opnieuw. Maak zoveel verschillende gezichten. Zoveel mogelijk als je kan. Dus ik heb een heleboel van foto's gemaakt hier op mijn telefoon van alle mooie, kijk eens, van alle mooie experimenten van gezicht met fruit en groenten. Nu dat ik klaar ben, ik ga een heerlijke kiwi eten. Want kiwi zijn vol met vitamine C. Ik zie jullie volgende week met een nieuwe opdracht online. Ik mis jullie heel erg. Dag lieve kinderen. Dag.